Goed, oké. Dan gaan we misschien heel even er een aanvang mee maken. Zoals gezegd, mijn naam is Stevie Swinnen en ik ben jullie moderator vandaag voor het slotevenement Burgerwetenschap van het project Zuivere Lucht. Wat is er nu eigenlijk gebeurd? Wel, de afgelopen 3 jaar zijn een aantal partners gaan samenwerken. Het omvat onder andere de Vlaamse Milieumaatschappij, maar ook partners uit Nederland zoals GGD Haaglanden en VFA Solutions, een private partner. En er zijn er ook nog 2 partners uit Antwerpen, namelijk de stad en de universiteiten. Die gingen samen. Gingen ze op zoek naar een aantal oplossingen om de impact van schadelijke stoffen in de buitenlucht op het binnenmilieu te gaan beperken? Daarvoor werd er gewerkt aan een innoverende luchtzuiveringstechniek en die ging ook getest worden. Daarnaast, want we hebben techniek is natuurlijk één ding, maar we hebben ook de betrokkenheid van de burgers nodig om echt resultaten te kunnen boeken. En daarom hebben we ook gekeken of we niet met scholen of met bewonersgroepen kunnen zoeken om samen de luchtkwaliteit te gaan meten en oplossingen te gaan bedenken. En vandaag, dus 28 september, deze voormiddag, gaan we een aantal van die resultaten, want we hebben toch wel degelijk resultaten geboekt, gaan we die kunnen presenteren aan jullie. En gaan we ook kijken hoe we met die inspirerende proefprojecten van die scholen en bewonersgroepen in Antwerpen en Den Haag toch misschien ook nog verder kunnen gaan. Daarnaast gaan we ook nog even kijken of er naar de nieuwe online tool, die ook lokale besturen, die burgers, die scholen en andere organisaties kan helpen om samen te werken aan een betere luchtkwaliteit. Het evenement zelf is in 2 delen verdeeld. Dus we gaan eerst een stukje plenair doen met de hele groep hier samen. En nadien zijn er een aantal breakout sessies die een beetje dieper ingaan gaan op een aantal van de onderwerpen die aangeraakt worden vandaag. U hebt het ook al opgemerkt, dit is een doodgewone Teamsvergadering. Voor een heel aantal mensen van jullie zijn dat ondertussen al heel gewoon, misschien een beetje beu. Want er kan ook van alles gebeuren, we zijn daarop voorbereid. Het kan zijn dat er ergens kinderen binnenkomen, er kan zijn dat de kat oversteekt. Dat is eigenlijk heel normaal geworden in 2021, in een post-corona-tijdperk. We gaan daarmee moeten leren omgaan en misschien best een aantal praktische afspraken maken. We zouden het heel fijn vinden als jullie allemaal minstens jullie een microfoontje uitzetten. Het gebeurt soms nog wel eens dat er als tijdens een presentatie anders misschien een onverwacht geluid uit een of andere huiskamer terechtkomt. En we kunnen dat vermijden door gewoon een beetje aandacht op te geven als de microfoon uitstaat. Er zijn sowieso mogelijkheden voor interactie voorzien. Dat is helemaal geen probleem. Mocht u eventueel ook doorhebben van kijk, er zit een beetje vertraging op de verbinding, het kan ook helpen als u uw camera ook uitzet. U moet u daar zeker niet toe verplicht voelen. We zien graag mensen. We hadden ook veel liever in het echt, in real life gedaan met jullie. Maar mocht u nu merken van kijk, het gaat een beetje moeilijk, het kan helpen als jullie uw camera ook heel even uitzetten. Er zijn ook een aantal opties die jullie kunnen bekijken. Jullie hoeven ook niet altijd op mij te kijken. Je kan naar Gallery View gaan of naar Speaker View. Voor degenen die daar beter in beslagen zijn, voel u vrij om die opties te gebruiken. Vragen gaan we proberen een beetje samenvatten. We hebben daar een apart blokje voor voorzien voor de vragen te doen. Maar als jullie nu zoiets hebben van ja. Kijk, ik heb een prangende vraag en ik ga die vergeten zijn tegen wanneer de Q&A eraan komt. Dan willen jullie ook zeker vragen, dat is eigenlijk een beetje geprefereerd ook, typ ze gewoon in de chat. Ik ga van zodra dat we aan het vragenblokje komen, ga ik de chat heel even overlopen voor te kijken, zijn er een aantal vragen die al binnengekomen zijn, misschien een aantal bedenkingen op een presentatie, op een video. Dan mag je die altijd gewoon in de chat al typen en dan gaan we die oppikken vandaar. Zijn er nog een aantal praktische mededelingen? Nee, niet meteen. Dan kan ik heel even overgaan naar mijn introductie. Nu, wat is eigenlijk het project Zuivere Lucht? Wel, we hebben het al even kort samengevat. Het project Zuivere Lucht willen we de impact van die schadelijke stoffen die in de buitenlucht, die buiten zijn, de impact daarvan op de binnenluchtkwaliteit proberen zoveel mogelijk beperken. Er zijn een aantal technieken voor om dat te doen. Maar we weten ook dat we daarnaast heel wat de betrokkenheid van de lokale mensen nodig hebben, van de mensen die zelf een huis hebben, die zelf een gebouw hebben en zelf enige verantwoordelijkheid dragen misschien voor de gezondheid van de bezoekers van hun gebouwen. En daar hebben we een aantal hulpmiddelen voor aangereikt, een aantal digitale hulpmiddelen. We hebben een aantal best practices verzameld. En natuurlijk, dat is dan enerzijds de theorie. Maar hoe gaan we daar nu mee aan de slag? Daarom hebben we samen met een aantal burgers Living Labs of proeftuinen opgestart. En dat zijn een aantal kleinschalige experimenten waarbij dat dan de burger zelf
maatregelen kan bedenken om de luchtkwaliteit in zijn of haar buurt te verbeteren. Wat is er nu heel fijn, want het is ook al even aangehaald, dit is een samenwerking. Hè. Het is een gemeenschappelijke uitdaging voor zowel onze inwoners van Vlaanderen als van Nederland. Dus daarom hebben we een aantal partners met verschillende vormen van expertise de handen in elkaar geslagen om echt een heel fijn project te proberen realiseren. En partners, ik ga ze nog eens eraan, zijn de Vlaamse Milieumaatschappij, de Stad Antwerpen, de Universiteit Antwerpen, GGD Haaglanden en VFA Solutions. We hebben dat ook niet zonder de steun kunnen doen van Europa. Europa voorziet daar steun voor. Ik vind dat ook heel belangrijk dat we daarvoor over de grenzen kijken en niet allemaal zelf het warme water proberen uit te vinden. En Europa heeft daarvoor steun vrijgemaakt via het Interreg-programma, Interreg 5 Vlaanderen-Nederland-programma, waarvoor we uiteraard ook heel dankbaar zijn. Zo, bij deze is dat een beetje de korte introductie van het project. En jullie weten ook wat er vandaag gaat gebeuren. We zouden nog heel graag even een korte poll doen. Daarvoor hebben wij een tool. Dat is Mentimeter. En daar kan je voor naar op jullie website of de computer. Dat werkt allemaal. Kan je naar www.menti.com gaan. Ik ga je daar heel even de tijd voor geven. Dus ik kan gewoon de smartphone nemen. Misschien heb je daar al een appje voor. Dat kan ook. Dan kan je heel even surfen naar www.menti.com. Dus Menti is gewoon M-E-N-T-I. En daar wordt je gevraagd een code in te geven. Een code voor dit evenement. En je mag dat gewoon open laten staan gedurende het hele evenement. De code is 95-56-49-5. Dus 95-56-49-5. En gaat daar zien, dat is meteen al een eerste vraag. Dus een beetje een testvraag, maar daarvoor niet minder belangrijk. En dus vanuit welke functie hebt u eigenlijk interesse in dit project of ben je hier vandaag aanwezig? Wat is een beetje uw achtergrond? Dat is heel fijn dat we dat van elkaar te weten komen. Dat we zien wat is de achtergrond van de mensen die hier aanwezig is. En dus enerzijds hadden we verwacht dat er wel heel wat overheden aanwezig zijn. Dat is ook een breed begrip natuurlijk. Hè. Als je werkt bij een stad of bij een gemeente, dan ben je overheid. Werk je bij de Rijksoverheid, dan ben je ook overheid bij de provincie. Er zijn ook een aantal mensen die het niet heel goed weten. De categorie andere scoort heel goed. Misschien weten jullie het wel goed, maar hadden wij gewoon te weinig categorieën. Dat kan ook. Er zijn ook heel wat mensen van de school aanwezig. En nog een aantal burgers en verenigingen, ja. Goed, het is heel fijn om te zien. Er zijn ook best heel wat aanwezigen vandaag. Alright. Goed, maar jullie weten ook het concept. Je mag ook de Mentimeter gewoon open laten staan. Zometeen komt er nog een nieuwe vraag aan. Kijk, wat verwacht u van vandaag? Misschien hebt u een aantal specifieke verwachtingen. Bijvoorbeeld, ik hoop meer te leren rond luchtkwaliteit op school. Kan best. Maar ik kan ook vooral benieuwd zijn naar de leerlessen van de experimenten in Antwerpen en Den Haag. Of benieuwd naar de visie van andere deelnemers en van hen te leren. Het kan ook best dat je gewoon in alle drie die elementen geïnteresseerd bent. Of misschien bent u gewoon heel sceptisch en zegt, wij willen wel eens zien of dat iets opgeleverd heeft, al die fijne Europese subsidies. Dat kan ook. Dan hoeft u niet te antwoorden, mag je gewoon overgaan naar de volgende vraag zo meteen. Ja, we zien het echt wel heel fijn te zien dat heel veel mensen echt wel benieuwd zijn naar die experimenten in Antwerpen vandaag. Dat is ook heel positief, want dat is echt waar de focus op ligt vandaag. Ik kan ook al aankondigen dat er bijvoorbeeld nog een tweede evenement gaat volgen. En dat gaat iets meer gefocust zijn op die technologie waar we het al over gehad hebben. Van wat is er technisch mogelijk om bijvoorbeeld die impact van die slechte buitenlucht op de binnenlucht zoveel mogelijk te beperken. Maar vandaag ligt de focus dus echt op de experimenten in Antwerpen en in Den Haag. En ik stel heel even voor, als mijn host dat een beetje volgt, dat we eens heel even naar een filmpje kijken. Een filmpje waarbij de voorstelling wordt gegeven van een tool Samen voor Zuivere Lucht. Ah, zuivere lucht. Dat wil iedereen. Maar hoe kom je daartoe? De website samenvoorzuiverelucht.eu toont hoe je luchtkwaliteit kan meten en welke acties je zelf en samen met lokale partners kan nemen. De eerste stap is om een goed beeld te krijgen van de lokale luchtkwaliteit. Die kan je namelijk zelf meten. Met deze tool tonen we je stap voor stap hoe je correct meet, maar ook waar je snel andere metingen en luchtkwaliteitskaarten kan vinden. Per vervuilende stof kan je bijvoorbeeld terugvinden waarom je die best meet en hoe je dit praktisch aanpakt. Er zijn ook heel wat stoffen die je niet zelf kan meten,
maar die wel belangrijk zijn voor de luchtkwaliteit. Die lichten we toe in de rubriek over luchtkwaliteit. Je meting is uitgevoerd. Wat nu? Via het dataportaal kan je de resultaten vergelijken met metingen in je buurt of met officiële meetplaatsen. Dat helpt je om de kwaliteit van je eigen meting beter te kunnen inschatten. Op de kaart zijn de officiële en burgermetingen afzonderlijk aangeduid. De kleur wijst op de hoeveelheid fijnstof. Je kan per meetplaats een grafiek oproepen met de fijnstofconcentraties doorheen de tijd. Elke piek kan een andere oorzaak hebben. Onder de grafiek vind je informatie over hoe je die moet interpreteren. Heb je een bepaalde uitdaging die je wil aanpakken? Dat kan. Door het luik Inspiratie aan te klikken, kan je alle acties, voorbeelden en tools vinden om zelf of samen met andere partners de luchtkwaliteit te verbeteren. Je kan ook een van onze uitdagingen kiezen om een overzicht van bijhorende acties te krijgen. Wanneer je een actie aanklikt, krijg je een korte samenvatting en leggen we je uit hoe je dit kan aanpakken met tips en links naar meer informatie. Werk jij ook mee aan zuivere lucht? Samen voor zuivere lucht. Zo, dat was een heel korte introductie voor de online tool Samen voor zuivere lucht. Als je hem nog niet gezien hebt, het is een heel eenvoudige URL, samenvoorzuiverelucht.eu. Dat is makkelijk te onthouden. Er gaat ook heel wat informatie van de projectresultaten op die website beschikbaar zijn. Dus als u in de loop van de tijd echt wel nog interesse hebt en nieuwsgierig bent naar wat er nog allemaal op die website staat, neem daar zeker gewoon wat tijd voor. Je kan daar gewoon gerustig eens tussenoos tijdens de middagpauze, of misschien wordt u daar wel voor betaald, dat is nog beter. Dan gaat u gewoon op zoek naar die website en dan kan u eens kijken van, kijk, staat daar niet iets in waar ik echt wel zelf voordeel mee kan doen in mijn werk of in mijn leven. Maar we willen ook wel graag eens peilen naar wat jullie eerste indruk is, hè. Daarvoor kan je ook Menti gebruiken. Het is een iets andere mogelijkheid om te antwoorden. Hè? Want een eerste indruk, dat konden wij moeilijk samenvatten in mogelijke categorieën om te kiezen. Dus het is een open invulvak. Hè? We gaan een woordenwolk proberen maken. Dus als jullie zeggen van, goh, kijk, ja, heel tof tool. Dan mag je gewoon intypen, ziet er een toffe tool uit. Als je zegt van, goh, ik heb daar toch nog vragen bij. Maar je gewoon ook gewoon zeggen van, kijk, wat is een eerste indruk van het? Het is interessant, het ziet er praktisch uit. Kijk, je moet ook niet alleen... Ik vind het fijn dat interessant ook naar voren komt. Ik ga geen woorden in de mond leggen. Educatief, aantrekkelijk. Het is natuurlijk ook makkelijker als je al eens gaan kijken bent, dan weet je natuurlijk, of had je misschien wat meer tijd om eens te kijken wat er allemaal voorhanden is van informatie en praktisch advies op deze website. Ik heb ook zo de indruk dat jullie echt wel weten hoe die Mentimeter werkt. Het is ongelooflijk veel input dat we hier krijgen. Het is praktisch inspirerend. Dat is ook wel een heel belangrijk aspect van deze website. Mensen hebben soms misschien een plan, misschien een vaag plan, maar we weten niet echt van hoe moeten we dat nu in de praktijk gaan omzetten. Wel, dan kan je daar naartoe en kan je eens gaan kijken van, zijn er hier een aantal initiatieven die ik zou kunnen ondernemen. Praktisch inspirerend, interessant, gebruiksvriendelijk, het regent hier complimenten. Maar we gaan nu even kijken van, dus we hadden een heel fijne tool ontwikkeld, allemaal heel fijn. Maar hoe gaat zoiets nu in de praktijk ook te werk? Hoe kunnen we die input die op die website staat, kunnen we daar iets mee doen? Hoe kunnen bijvoorbeeld in organisaties in Antwerpen of in Den Haag, wat zou daar nu mee kunnen gebeuren? Ik stel ook even voor dat we dan eens naar een volgende video kijken, die gaat over de Living Labs in deze twee fijne steden. Het project Zuivere Lucht, zoals de naam al doet vermoeden, wil zorgen voor een betere luchtkwaliteit. Wat ook wel een belangrijke doelstelling is binnen dit project, is dat we samen met burgerorganisaties in Den Haag en met kinderen, ja, met scholen in Antwerpen, kijken van wat is nu eigenlijk die lokale luchtkwaliteit en wat kunnen we eraan doen. We hebben er in Antwerpen voor gekozen om projecten op te zetten met scholen, omdat kinderen extra gevoelig zijn voor luchtverontreiniging. We hebben gewerkt met 5 verschillende scholen, allemaal scholen gelegen in de buurt van drukke straten. En waren die scholen ook heel gemotiveerd om daarom te gaan werken. Binnen dit project willen we voornamelijk de focus leggen op de kwetsbare groepen, de baby's, de ouderen, de kinderen, en willen we zorgen dat zij een betere lucht hebben.
Dat doen we eigenlijk door samen met burgers en scholen de luchtkwaliteit te meten en te kijken hoe kunnen we nu eigenlijk zorgen voor een betere lucht. Wat zijn de oplossingen? De mensen beseffen dat er wel een probleem is met onze lucht. Dat de vervuilende stof in de buitenlucht, dat dat echt wel een invloed heeft op de kwaliteit van de binnenlucht. Onze proefprojecten bestonden uit twee pijlers. Meten en acties opzetten om de luchtkwaliteit te verbeteren. Bij dat meten hebben we de scholen vooral ondersteund om zelf een meetplan op te maken. We hebben hen ook geholpen om de meetgegevens te analyseren en we hebben hen wat meetapparatuur bezorgd. Daarnaast hebben we met de scholen geprobeerd om maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit te gaan verbeteren. Dat kon bijvoorbeeld gaan over het opzetten van een schoolstraat of met de klas gaan werken rond duurzame mobiliteit enzovoort. Luchtkwaliteit en zuivere lucht is natuurlijk iets heel abstract voor kleine kinderen, zeker voor kleuters, maar we hebben geprobeerd om dat zoveel mogelijk concreet te maken met beeldmateriaal, foto's, voorbeeldjes te laten zien. Met de kleutertjes zijn we aan de schoolpoort gaan turven. Wie wil een krijgende auto's gaan? Hoeveel auto's, hoeveel fietsers er voorbij kwamen. Om zo eens te gaan kijken wie is meest luchtvervuilend en hoe kunnen we er zelf voor zorgen dat we ons duurzaam verplaatsen in de stad, naar school of naar het werk. Ja, daar is nog een fiets. Amai, dat is een snelle fiets hoor. In het begin is het altijd een beetje vaag, hè, gezonde lucht. En, maar hoe meer dat erover gepraat wordt en hoe meer ook dat de kinderen beseffen en ook naar huis gaan met die verhalen en ouders aansporen om toch met de fiets te komen. En dan kregen we wel eens ouders van, zeg, van waar komt dat ineens? Wij mogen niet meer met een auto naar school en dat is wel een half uur vroeger opstaan. En, maar zo is er toch stilletjes aan wel een bewustwording gekomen naar ook de kinderen en de ouders toe. We hebben eigenlijk de uitstappen met de bussen overboord gegooid en wij gaan vanaf nu altijd zwemmen of op uitstap met de step. Dus onze leerlingen die gaan steppen 2 kilometer naar het zwembad, dan zwemmen zij 3 kwartier en dan steppen zij terug. En daardoor oefenen ze niet alleen, creëren ze niet een betere conditie, maar dragen ze eigenlijk ook bij aan minder uitstoot in de stad. De kinderen vinden dat echt heel plezant. Ze motiveren elkaar, ze moeten wel ook geconcentreerd zijn. Ze leren eigenlijk op korte tijd heel veel vaardigheden extra. Hè. Ze moeten zelf de bescherming aandoen, ze leren bij over de veiligheid in de stad, over de veiligheid, hoe gedraag ik mij op straat. Ja, ze vinden dat echt heel plezant. De allereerste keer als we met de step op stap gingen, dan is ATV komen filmen. En dat is dan ja, uitgezonden naar veel meer mensen. Ze hebben veel meer mensen bereikt. En ondertussen zijn er al een aantal andere scholen die toch ook de stap hebben gemaakt. We zijn als ouders en oudervereniging al veel langer bezorgd over de luchtkwaliteit op en rondom de school. Dat komt omdat de school gelegen is aan de Belgelei, een street canyon. En we weten uit metingen, onder andere bij de recente Curieuze Neuzenprojecten, dat het gewoon heel erg slecht gesteld is met de luchtkwaliteit. Dus dat draagvlak was er wel. Het fietsrouteproject hield in dat we in kaart zijn gaan brengen welke fietsroutes de kinderen namen van thuis naar school. Dus eerst dat in kaart gaan brengen om dan te zien of er geen gezondere alternatieven waren. En we gingen er ook vanuit dat de gezondere alternatieven waarschijnlijk ook gingen samenvallen met veiligere alternatieven. Concreet kregen kinderen een aantal kinderen van de klas die uitgekozen werden omdat zij verschillende routes naar de school namen, kregen een meettoestelletje op hun fiets geplaatst om zo op verschillende tijdstippen te gaan meten hoe het gesteld was met de luchtkwaliteit op de route die zij namen. Ik denk dat de kinderen er toch wel best wat van opgestoken hebben. Ze zijn kritischer gaan kijken naar de fietsroutes die je kan nemen. Ze zijn ook gaan kijken naar verschillende elementen die een impact hebben op die fietsroute. Aan de andere kant ja, zijn zij voor de eerste keer echt deel geweest van een wetenschappelijk experiment, zou je kunnen zeggen. En ja, ik denk dat dat ook belangrijk is om de goesting op te wakkeren om misschien later in die richting iets te gaan doen. Dus ik denk dat dat ook een grote meerwaarde is.
Wij hebben binnen de module ecologie waar wij de school klimaatbewuster maken. En wij hebben daardoor dus stikstof onderzocht, met buisjes dan. En fijnstofmeters voor het fijnstof te meten. En dan hebben we ook nog CO2-meters in klassen gezet. En dan hebben we een soort experimentje gedaan. De ene klas die kreeg dan hadden alle ramen toe, deuren toe. Dus die hadden eigenlijk bijna geen zuurstof. En aan de andere klas dan hebben we heel alle deuren opgezet, alle ramen opgezet, dat alle lucht gewoon echt mooi gecirculeerd zijn. Beide klassen moesten een test maken. En uiteindelijk is er ook effectief bewezen dat dus de klas waar er geen circulatie was, dat die minder scoorde en zich minder konden concentreren. En we hebben op verschillende thema's gewerkt en het fijne was dat wij met onze kinderen van 1 tot en met 6 aan dit project hebben gewerkt. We hebben ingezoomd op onze schoolstraat, dus in de Hertoginstraat. Het is een verkeersvrije straat eigenlijk bij de begin- en de einduren van de schooldag. We hebben hier meer dan 600 fietsers die dagelijks instromen en 's avonds terug uitstromen. En om die stroom een beetje veilig te laten verlopen, is het wel fijn dat er geen auto's in de buurt zijn natuurlijk. Dus wij sluiten de buurt af en in samenspraak met onze buren, want je moet die natuurlijk wel op de hoogte stellen, is dat ook... moeten groeien, stilletjes aan. Het is natuurlijk niet fijn dat zij hun wagen niet voor de deur kunnen parkeren op het moment dat ze toekomen, maar ondertussen zijn ze het gewend en houden ze daar ook rekening mee. Onze vijfde en zesdejaars die in de wetenschappen wiskunde zitten, die hebben 2 uur STEM in de week. En zij hebben dus het plan opgemaakt om een buitenklas te maken. Dat was in volle corona-lockdown eigenlijk, kwam handig van pas, dat wij dus de klas konden gebruiken om les te geven op onze speelplaats. De reacties van de leerlingen waren vooral tof, omdat zij na de klimaatactivisten toch wel vragende partij zijn van beleid, doe iets voor ons. En als ze dan merken dat zij op kleine schaal in hun eigen school iets kunnen doen, dan zijn ze er wel voor te vinden natuurlijk. Naast de proefprojecten in Antwerpen hebben we als GGD Haaglanden ook een aantal proefprojecten gedaan in Den Haag. We hebben met burgers luchtkwaliteit gemeten op verschillende plaatsen. We hebben dat gedaan met meetkastjes en daar zaten verschillende sensoren in. Sensoren voor fijn stof, voor stikstofdioxide en verder hebben we nog CO2, temperatuur en luchtvochtigheid gemeten. In het eerste proefproject hebben we in de haven luchtkwaliteit gemeten. We hebben gekeken of schepen luchtverontreiniging uitstoten en of dat meetbaar was in de omliggende omgeving. De boten die hier allemaal liggen, die stoten allemaal roet uit. Nou, de meeste mensen rondom de haven hebben op de vensterbanken, hele zwarte vensterbanken van de roet. Nou, roet en fijnstof die zijn gerelateerd aan elkaar. Hè. Het zijn nog kleinere deeltjes en nog kleinere deeltjes. En het is allemaal niet echt gezond. De boksen die zijn geplaatst op bejaardenhuizen, op theaters, woningen, noem het allemaal op. Maar in alle 8 de windrichtingen, noord, noordoost, oost, zuidoost, zuid en ga zo maar verder. En dat om een beetje indicatie te krijgen, dan hebben wij natuurlijk hier vlak achter hebben we de zee. En die zou nog wel wat verdunnen. En we wilden eigenlijk weten, bijvoorbeeld bij een strandtent zat ook een meter. Om te kijken van, zit daar nou zoveel verschil tussen die mensen die landinwaarts wonen of aan het strand verblijven? En hoeveel de luchtvervuiling is? In het tweede project, dat was in Eskamp, dat hebben we gemeten bij een flat. Dat flat die stond naast een drukke weg. We hebben gekeken of op de verschillende verdiepingen, dus op de begane grond tot en met de 9e verdieping, of we daar luchtkwaliteitsverschillen konden meten. Wij wilden wel meewerken omdat we het belangrijk vinden om dat er toch veel longziektes tegenwoordig voorkomen. Wat we hier eigenlijk merkten, wij bij de andere kant waar de meetkastjes hebben gehangen, daar hebben we ook een zwarte vensterbank. En als je die schoongemaakt hebt, na een week ligt er weer net een laag fijnstof op. Dus wij vroegen ons af waar dat vandaan kwam.
De GGD heeft aan de galerijkant, waar het meeste drukke verkeer plaatsvindt, op vier verschillende etages opnameapparatuur gemonteerd. En die hebben daar, dacht ik, een maand gehangen. We hebben tijdens het project Zuivere Lucht heel diverse experimenten en acties opgezet. En we zijn daarbij zoveel mogelijk uitgegaan van de bezorgdheden en interesses van de scholen en de mensen waar we mee hebben samengewerkt. Soms hebben we heel hard gefocust op buitenluchtkwaliteit, soms ging het ook over de binnenlucht. Soms hebben we vooral gemeten en onderzocht. In andere gevallen hebben we vooral gekeken naar maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Een van de doelen van het project is om bewoners meer bewust te maken. En dat hebben we zeker bereikt in deze projecten. Tijdens dit project hebben we vooral gemerkt dat door samen met burgers en scholen de luchtkwaliteit te meten en door ook te kijken van wat zijn nu de lokale oplossingen die ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit verbetert, dat er bewustzijn komt rond die luchtproblematiek. Dat er ook een enthousiasme is, dat er een engagement is om dit samen aan te pakken. En dat is belangrijk, want enkel samen kunnen we zorgen voor een betere luchtkwaliteit. Alleen samen kunnen we zorgen voor een betere luchtkwaliteit. Zo is dat. Heel fijne video vond ik zelf. Het was de eerste keer dat ik hem zelf ook zag. Het was heel mooi, heel fijn, wat fijne initiatieven die toch ondernomen zijn. Niet alleen door de partners in het project, maar we hebben heel wat extra nieuwe organisaties en scholen en gemeenschappen kunnen bereiken en activeren. Dus eigenlijk een heel geweldig resultaat. Maar misschien hebt u daar toch een aantal vragen over. Ik heb ook gezien dat er al eentje in de chat staat. We gaan daar zo meteen naar kijken. Maar we gaan dat nu nog niet doen. Hè. Dus maar laat jullie vooral gaan. Hè. Als er vragen zijn, type ze maar al in de chat. Dan gaan we die zo meteen oppikken. Maar we gaan eerst iets meer in detail naar de cases ter plaatse gaan. Hè. Dus we gaan eerst even naar Den Haag, denk ik. En dan gaan we naar Janneke Mikkers van GGD Haaglanden. En zij gaat ons nog iets meer bijkomende informatie geven over het Living Lab in Den Haag. Janneke, het is aan jou. Hoi, ik ben Janneke Mikkers van GGD Haaglanden. En ik ben adviseur Milieu en Gezondheid. En ik ga iets vertellen over de luchtmetingen die we hebben gedaan met bewoners in Den Haag. Eerst wil ik nog even wat vertellen over luchtkwaliteit. Een hele korte samenvatting, want niet iedereen die aanwezig is, heeft inhoudelijk ook iets met het onderwerp. In dit project hebben we luchtkwaliteit vooral fijnstof en stikstofdioxide gemeten. En de fijnstof die bronnen zijn bijvoorbeeld houtstook, industrie en verkeer. En de stikstofdioxide, bijvoorbeeld als je hem gaat meten in de stad, is voornamelijk afkomstig van onder andere verkeer. En om het presentatie verder goed te begrijpen, er zijn verschillende meetmethoden. In Nederland zijn er bijvoorbeeld 95 officiële meetstations. In België staat een vergelijkbaar aantal. En die kunnen heel goed meten, heel precies meten. En die kunnen ook de dagelijkse variatie in luchtkwaliteit goed in beeld brengen. Maar ze zijn vrij prijzig. Als je dan vervolgens wil weten van nou, hoe is nu de luchtkwaliteit bij mij in de straat? Dan wordt er tegenwoordig vooral veel gebruik gemaakt van modellen. En die zijn vooral hele goede voorspellers van luchtkwaliteit over een jaar gemiddelde. Sinds een aantal jaren zijn er ook sensoren op de markt. Die gebruiken burgers heel veel. Die zijn nog volop in de ontwikkeling en zijn lekker goedkoop. Maar een groot nadeel is dat ze niet heel precies meten. Je zag al in onze website dat we de burgermetingen uit Vlaanderen op de website staan. In Nederland heb je bij het RIVM ook zo'n website waar je alle burgermetingen uit Nederland zou kunnen vinden. Die als mensen die willen delen op samenmetenaanluchtkwaliteit.nl. Nou, wat hebben wij gedaan? We hebben ook die sensoren gepakt. We hebben een Munisense box gebruikt waar verschillende sensoren in zaten. En die box die was nog helemaal nieuw. En dat gaf wat opslagproblemen. We hebben eerst in Scheveningen gemeten.
En daar zagen we dat niet alle data even goed doorkwam. En vervolgens dat de data die dan wel doorkwam, dat die eigenlijk niet altijd even betrouwbaar was. Dat we daar niet altijd uit konden halen wat er nou daadwerkelijk de luchtverontreiniging was. In het tweede project is dat gelukkig verbeterd. Daarnaast zijn onze fijnstofsensoren bleken erg gevoelig voor luchtvochtigheid. En op sommige dagen, bijvoorbeeld als er zeemist was, dan hebben we in Scheveningen vooral gemeten hoeveel vochtdeeltjes er in de lucht waren en niet zoveel de fijnstof. En het was ons in dit project niet gelukt om daar ook nog goed voor te corrigeren voor de luchtvochtigheid. Verder over de metingen. We hebben dat samen met burgers gedaan in Den Haag. En onze rol daarin was vrij groot. We hebben hen geholpen bij het maken van een meetplannetje. Wat zou je kunnen meten? Vervolgens hebben de meetinstrumenten ook opgehangen zelf. En wij hebben ook de interpretatie opgepakt. In Antwerpen hebben de scholen zelf gemeten, maar die hebben ook hulp gehad bij het meetplan. En de website die we nu hebben aan jullie hebben gepresenteerd, zou in ieder geval de burgers in ieder geval beter kunnen helpen om zelf aan de slag te gaan en te kunnen interpreteren. Want die interpretatie die is nog niet zo heel makkelijk. En ik vertelde net al van, nou, die sensoren die meten eigenlijk niet altijd even goed. En dat hebben we wel aan de burgers van tevoren ook verteld. Maar als je gaat meten, dat wekt gewoon de verwachting dat je dan ook iets leuks kunt doen met die resultaten. En wij merkten dat bij de bewoners toch wel wat teleurstelling waren over de resultaten die we kregen. En ja, dat is gewoon wat minder leuk. Nou, en wat waren dan die resultaten? In de Scheveningense haven, daar liggen schepen, dat kwam nog niet helemaal goed naar voren in het filmpje. Liggen schepen die hebben hun motor aan, omdat de vis op het schip nog een aantal dagen aanwezig is. En die moet gekoeld worden, dus die moet op vriestemperatuur zijn. En daarvoor kunnen ze walstroom gebruiken. Dat zie je ook op het plaatje hier. Maar veel schepen gebruiken nog steeds hun motor hiervoor. En die stoot dus heel veel fijnstof uit. En onze vraag was of in de omgeving dan te zien was of er fijnstof te meten is. Omdat dat die zo aanwezig is. Door de kwaliteit van de metingen en nou, door omstandigheden hebben wij niet kunnen aantonen dat er meer vervuiling was. Dus misschien is er ook niet meer vervuiling of we hebben het niet kunnen weten. Dat is moeilijk vast te stellen in dit project. In het tweede project hebben we in Eskamp gemeten. En onze aanname was dat hoe dichter bij de weg je woont, dus op een lagere verdieping, dat de luchtvervuiling hoger zou zijn. En we hebben tussen de verdiepingen waar we hebben gemeten, we geen grote verschillen kunnen zien. Wat we wel zagen is dat tijdens de spits er meer stikstofdioxidevervuiling aanwezig was dan buiten de spits. En we zouden oorspronkelijk 5 projecten doen, net als in Antwerpen. Maar door corona hebben we het helaas tot 2 moeten houden. Dan wil ik jullie dit plaatje nog eventjes niet onthouden. Want dit was tijdens de oud en nieuw. Je ziet hier een maandtijd metingen. En je ziet dat vuurwerk wordt afgestoken en dat een enorme grote piek heeft. Dus dat kun je in dit plaatje zien. We kunnen niet zeggen over de concentratie daadwerkelijk, maar wel dat het een enorme fijnstofpiek is. Dan ben ik alweer toe aan mijn laatste sheet. We hebben, hoewel we in dit project misschien niet precies hebben bereikt wat wij eerder hadden gehoopt, hebben wel heel veel lessen geleerd. En hieronder zie je er een aantal. En de belangrijkste heb ik al toegelicht. De andere dingen, wat we precies hebben gedaan, dat hebben we opgeschreven in een rapportage. En die staat op onze projectwebsite www.zuiverelucht.eu. Ik zie al wat vragen voorbij komen. Die zal ik dadelijk misschien een aantal van kunnen beantwoorden. Mijn collega Raf gaat jullie nu iets vertellen over hoe ze het in Antwerpen hebben aangepakt. Ik ben Raf Verbrugge. Ik werk bij Stad Antwerpen.
En ik heb de voorbije jaren de proefproject De Zuivere Lucht in Antwerpen begeleid. Ik ga jullie daar wat meer over vertellen. In Antwerpen hebben we samengewerkt met scholen en niet met burgers. Dus dat is wel een verschil met de aanpak in Den Haag. En de bedoeling van onze proefprojecten met scholen was om te kijken of we samen met leerkrachten en leerlingen, maar ook met ouders en buurtbewoners, de luchtkwaliteit op school, zowel binnen als buiten, en in de schoolomgeving kunnen verbeteren. En dat met de bedoeling om kinderen, die toch extra kwetsbaar zijn voor luchtverontreiniging, beter te kunnen beschermen. De focus van onze proefprojecten lag vooral op het experimenteren met maatregelen, het zoeken naar oplossingen, en het meetluik was daar maar één onderdeeltje van. Zoals je in het filmpje hebt kunnen zien, hebben we heel hard geprobeerd om te vertrekken vanuit de bezorgdheden en de motivaties van onze pilootschool. Dat betekent dat onze proefprojecten een heel open en experimenteel traject waren. En dat had het voordeel dat de scholen die proefprojecten ook mee vanuit van bij het begin hebben kunnen vormgeven. Maar daar wil ook wel zeggen dat we heel veel van onze scholen gevraagd hebben. Om de scholen te ondersteunen hebben we een aantal instrumenten ontwikkeld, zoals een luchtkwaliteitsscan en een kaartenset met verschillende luchtkwaliteitsmaatregelen, die ook geïntegreerd zijn in de Samen voor Zuivere Lucht website. Op die manier hebben we een aantal aspecten van de website dus al in de praktijk kunnen uittesten en bijsturen in onze proefprojecten. In een voortraject met experten en scholen hebben we eerst geprobeerd om de verschillende factoren die luchtkwaliteit op een school bepalen in kaart te brengen. Dat is wat je kan zien op dit schema. En een aantal van die factoren hebben we geïdentificeerd als de meest cruciale factoren. Die zie je hier rechts op het schema. Het gaat over de kwaliteit van de buitenlucht, maar ook over de manier waarop die buitenlucht de klaslokalen binnenkomt. Bijvoorbeeld door de manier van ventileren. De aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de klassen, zoals verf of lijmen of poetsgerief. De bewustwording op school rond luchtkwaliteit, bijvoorbeeld door luchtkwaliteit te gaan meten. En die bewustwording die kan bijdragen aan gedragsverandering, bijvoorbeeld rond mobiliteit. En op haar beurt kan die gedragsverandering dan weer zorgen voor een verbetering van de buitenluchtkwaliteit. Nu, omdat al die factoren heel belangrijk zijn om de luchtkwaliteit op school te bepalen, hebben we in onze proefprojecten geprobeerd om zoveel mogelijk op al die verschillende factoren te gaan werken. Het moet dan meteen gezegd dat scholen natuurlijk niet op al die factoren een even grote impact hebben. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de kwaliteit van de buitenlucht, weten we dat scholen en kinderen dat die eigenlijk maar een heel klein beetje bijdragen aan de verontreiniging van de buitenlucht. Dat er andere actoren zijn die dat daar een veel grotere verantwoordelijkheid hebben. En dat betekent dus ook dat de impact van scholen op de verbetering van die buitenluchtkwaliteit, dat die uiteraard beperkt is. Bij het begin en het einde van onze proefproject hebben we aan onze pilootscholen gevraagd om een luchtkwaliteitsscan te maken. En die scan die werkt op basis van een aantal vragen waarmee scholen zichzelf een score konden geven op die verschillende factoren. Nu, bij die beginsituatie vallen onmiddellijk een aantal aspecten op. Ten eerste dat scholen zich eigenlijk op de meeste van die factoren een hele lage score gaven. Te beginnen bij de kwaliteit van de buitenlucht. Er zijn eigenlijk maar twee factoren waar ze zichzelf hoger op scoorden. Met name het bewustzijn rond luchtkwaliteit op school en in de omgeving. En duurzame woonschoolverplaatsingen. In het filmpje hebben jullie een aantal acties van onze scholen kunnen zien. Nu, in totaal hebben ze bijna 50 acties opgezet. En wat je in dit schema kan zien, is dat ze heel sterk rond bewustzijn hebben gewerkt. 41 van die 47 acties die hadden ook een impact op het bewustzijnsluik. Dat hoeft uiteraard niet te verbazen, aangezien die bewustzijnswerking dat heel nauw aansluit bij de educatieve opdracht en de educatieve rol van school. Maar daarnaast kan je ook zien dat de scholen toch ook een aantal acties hebben opgezet om de buitenluchtkwaliteit te verbeteren en rond luchtverversing. En dat laatste is
sterk gestimuleerd geweest door de corona-uitbraak. Binnen het bewustzijnsluik nam het meten van luchtkwaliteit een belangrijke plaats in. We hebben heel verschillende metingen opgezet, zowel binnen als buiten op de speelplaats en aan de straatkant, met verschillende doelstellingen en heel verschillende meetapparatuur. We hebben aan onze pilootscholen ook gevraagd om die verschillende types metingen te evalueren. En daaruit is gebleken dat sommige meettypes toch gemakkelijker en meer succesvol waren op scholen dan andere. CO2-meting in de klas, met CO2-sensoren bijvoorbeeld, dat werkte heel goed en konden scholen eigenlijk vlot zelf gaan opzetten en analyseren. Maar bijvoorbeeld de mobiele fijnstofmetingen op de fiets, die je in het filmpje hebt kunnen zien, of metingen van stikstofdioxide met meetbuisjes, die vroegen toch heel wat meer externe begeleiding om tot een kwaliteitsvolle meting te kunnen komen. Uit de evaluatie van onze scholen hebben we ook geleerd, hebben we ook een aantal succesfactoren kunnen identificeren. Ten eerste de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de meetapparatuur. Ten tweede de mate waarin leerlingen onmiddellijk betrokken konden worden bij de metingen. Dat is bijvoorbeeld bij die fijnstofmetingen op de fiets heel goed gelukt. Ten derde de complexiteit van de interpretatie van de metingen. En ten laatste de mate waarin scholen onmiddellijk zelf actie konden koppelen aan de resultaten van hun metingen. CO2-metingen bijvoorbeeld waren voor scholen heel dankbaar om onmiddellijk hun ventilatiebeleid op te gaan aanpassen. Nu, het feit dat het meten van fijnstof of stikstofdioxide een complexe zaak is, wil niet zeggen dat het niet zinvol is om dat met scholen te gaan doen. En dit voorbeeldje illustreert dit. Uit metingen van CO2 in de klaslokalen hebben we kunnen zien dat door corona de CO2-concentraties in de klassen sterk zijn gedaald. En dat heeft uiteraard alles te maken met het feit dat scholen hun ramen veel meer zijn gaan openzetten. Tegelijkertijd hebben we gezien dat in dezelfde periode ook de stikstofdioxide-concentraties buiten op de straat zijn gedaald. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat omwille van de coronamaatregelen mensen meer moesten thuiswerken en er dus minder verkeer was. Nu, wat opvalt is dat in de klaslokalen die stikstofdioxideconcentraties net zijn toegenomen in een aantal van onze scholen. En dat heeft opnieuw te maken met dat beter ventileren en luchten, waardoor de vervuiling van de straat gemakkelijker de klaslokalen binnenkomt. Nu, dat is uiteraard geen argument om te zeggen dat we nu toch maar beter minder gaan ventileren. Integendeel, het is meer een pleidooi om te kijken hoe je op een zo goed mogelijke manier kan gaan ventileren, bijvoorbeeld langs de verkeersluwe zijde van de schoolgebouwen. Op het einde van onze proefprojecten hebben we opnieuw aan onze scholen gevraagd om hun proefprojecten te gaan evalueren en een luchtkwaliteitsscan te maken. Nu, wat daaruit onmiddellijk opvalt, is dat onze scholen op al die verschillende factoren vooruitgang hebben geboekt. En in die zin zou je dus zeker kunnen zeggen dat onze pilootprojecten een succes waren. Nu, daar kan heel veel over gezegd worden, maar ik ga er één elementje uitpikken, met name de kwaliteit van de buitenlucht. Hè. Daar hebben we effectief kunnen meten dat in het begin van de proefprojecten, of net daarvoor, tijdens de curieuze neuzenmetingen in 2018, dat er daar in de meeste van onze schoolomgevingen nog een overschrijding van de Europese norm voor stikstofdioxide gemeten werd. Bij de metingen die we begin dit jaar gedaan hebben, waren die concentraties al een heel stuk gedaald. Nu, de acties die onze scholen hebben opgezet om de kwaliteit van de buitenlucht te verbeteren, hoe zinvol ze ook waren, zullen maar een heel kleine bijdrage geleverd hebben aan de verbetering van die buitenluchtkwaliteit. De hoofdoorzaak, dat is het feit dat we jaar na jaar een kleine verbetering zien van de buitenluchtkwaliteit. Dat is een lange termijn
trend en die dit jaar nog extra versterkt is geweest door de coronamaatregelen. En de boodschap die ik daar wil uithalen, hè, dat is dat luchtkwaliteit verbeteren, dat opnieuw iets is dat je samen moet doen. Hè. Dat die verbetering van de buitenluchtkwaliteit bijvoorbeeld, hè, dat je daar heel veel verschillende actoren voor nodig hebt. In de eerste plaats de overheid, van Europees tot lokaal, bedrijven enzovoort. Het is daarom ook dat we in onze Samen voor Zuivere Lucht website al die verschillende actoren aanspreken en dat die dus gericht is op zowel lokale overheden, bedrijven, scholen, burgers enzovoort. Nu, in onze proefprojecten zijn we er wel echt van overtuigd geraakt dat het heel nuttig is om samen met scholen rond luchtkwaliteit te gaan werken. Daarom dat we vanuit Ecoscholen Antwerpen en samen met collega's van Mos Provincie Antwerpen vanaf dit schooljaar een nieuwe sessiereeks rond luchtkwaliteit op school hebben opgezet. En waarin we scholen ook ondersteunen om zelf metingen op te zetten. Geïnteresseerde scholen kunnen zich daarvoor trouwens nog inschrijven tot overmorgen op de website van Ecoscholen. En daarmee rond ik mijn presentatie hier af. Dank jullie wel. Ja, dankjewel Raf en dankjewel Janneke. Voor jullie fijne presentaties. Ik ben ondertussen ook heel even de vragen en de Q&A aan het overlopen. Ik zie er een aantal ook al heel even beantwoord, of een aantal toch al beantwoord werden. Maar we gaan er wel nog een aantal er zeker van tussen halen. We gaan ze proberen allemaal nog te doen. Goed. Een vraag voor Janneke van Marcel. De burgers waren enigszins teleurgesteld. Waar lag dat aan? Was het aan de data, de representatie van de data of de mate waarin vervolgacties mogelijk zijn? Is dat een vraag waar je makkelijk op kan antwoorden, Janneke? Ja, daar wil ik wel even op ingaan, want dat is inderdaad wel een goede vraag. Het was ten eerste ook dat de data net niet helemaal... Dat is in zoverre net niet meten wat we verwacht hadden en dat de kwaliteit daar niet goed was. Maar bijvoorbeeld in Scheveningen willen ze heel graag dat de schepen aan de Walstroom gaan liggen. Omdat, ja, die ligt er gewoon. Maar niet alle schepen die zijn, hebben die juiste installatie om zich aan te sluiten op de Walstroom. Of er zijn andere redenen. En die wilde heel graag dat aantonen dat de politiek vervolgens acties nam. En dat was inderdaad, denk ik, de grootste teleurstelling. Dat ze vervolgens net niet mee konden met wat zij graag wilden bereiken. Ja, en sluit ook wel een beetje aan bij de opmerking. Het was niet echt een vraag, denk ik, die Aniek verder maakte bij de Q&A. En vaak zijn er wel inderdaad een aantal verwachtingen dat er meteen kan ingegrepen worden op basis van die metingen. Maar het werkt niet altijd zo, helaas. Dat is toch wel iets waar we natuurlijk wel aandacht aan moeten blijven hebben. En waar eigenlijk ook dit soort projecten natuurlijk wel toe bij kunnen dragen, dat we soms met die beleidsmakers dan wel ook kunnen samenzitten. Dat is ook natuurlijk al een voordeel. Dan kunnen we echt die hangijzers die toch wel leven bij de mensen ook wel wat meer en beter gaan argumenteren en ter sprake brengen. En dan kunnen er op termijn ook ongetwijfeld wel maatregelen genomen worden. Ik kijk ook eens even naar de vraag die Tom had. Tom vroeg in de Q&A, had een aantal vragen naar hoe betrouwbaar die sensor zijn waarmee gemeten wordt soms. Maar ik heb ook al gezien dat Jordi van VMM daar een antwoord al op gegeven heeft, waarbij wel aangeven dat die sensors wel degelijk zeker nut hebben, maar dat er toch nog wel een aantal vragen zijn bij of ze wel goed genoeg zijn voor echt wel te meten wat we willen weten. En Jordi maakt daar ook een heel fijne verwijzing naar een ander project, zie ik. Dat is een vacuumsproject, dat is wel net afgelopen, maar waarbij een aantal van die sensoren zijn vergeleken en getest. Misschien dat Tom ook nog heel even daarnaar kan kijken. Ook Janneke wel even op inpikken, zie ik. Ja, in een van de sessies dadelijk wordt ook wat verder ingegaan op de sensoren. Dus voor degenen die zich daarover hebben ingeschreven, die kunnen dan inderdaad over het vacuumsproject wat meer te horen krijgen. En inderdaad, de sensoren die meten niet perfect, maar het geeft wel een bepaald bewustzijn. En het geeft ook een beeld wanneer dat de luchtkwaliteit in straat bijvoorbeeld slechter is of beter is. Dat is ook al iets om te zien. Dus het is niet zo dat metingen helemaal afgeschoten moeten worden, maar dat het zeker bijdraagt aan bewustwording en het geeft wel een globaal beeld
Het gaat steeds beter worden. Dus ik denk dat we het in de toekomst veel blijven meten met sensoren. Ja, zo is dat inderdaad. De kwaliteit wordt ook altijd beter, natuurlijk. Ik ben nog heel even door de Q&A aan het gaan. Er zijn nog een aantal opmerkingen en suggesties. Lucas uit Zuid-Duitsland, ook heel erg bedankt voor het delen van je de sensor community. Ik denk dat het echt wel best interessant is. De eerste keer dat ik er iets van zie, maar het ziet er wel heel fijn uit. Ja, dat kan ook. Als er mensen interesse in hebben, dan klik je maar eens op de link. Kan je eventueel binnen een aantal minuten doen als we naar een koffiepauze gaan. Dan hebben we daar ook nog wat meer tijd voor. Er wordt nog gesproken, Sim, over olifanten in de kamer. Daar gaan we eens naar moeten kijken. Ik denk dat je inderdaad wel een heel goed punt hebt dat bepaalde maatregelen soms grootschaliger een groter effect kunnen hebben. Dat is denk ik wel een terechte opmerking. Maar heel even aan het kijken. En uiteraard... zie ik ook wel. Ja, we kan ook nog heel even meedelen dat we later in deze sessie als afsluitend, hij komt ook nog Tom Meus. Het is niet de schepen van mobiliteit van Antwerpen, maar komt ook nog verder heel even kort toelichten wat de stad bijvoorbeeld kan doen of nog zal doen over de komende periode. Dus ik denk dat we misschien nog heel even Tom daar de kans moeten geven voor dat eens even toe te lichten. Meer naar het einde van de sessie dan. Ventileren met open ramen. Dat is inderdaad iets wat spontaan hoger op de agenda kwam, dankzij corona. Hè. Dus daar waren we niet echt op voorbereid tijdens het uitwerken van het project, maar corona heeft een beetje een aantal dingen in een versnelling gebracht. Maar ik ben nu heel even aan het denken, Raf, is misschien een beetje een moeilijke vraag ook, want ik denk dat het misschien te snel is, ook bijvoorbeeld voor de stad, om nu al een soort van vergelijking te kunnen maken wat dat die verhoogde verwarmingskosten eventueel zijn. Kan je daar soms... Het is vermoedelijk is te snel, maar ik weet niet. Ik wilde de vraag gewoon eens aan jou stellen misschien. Ik heb daar inderdaad niet echt een zicht op. Ik heb in onze pilootscholen vooral het gevoel dat klaslokalen heel koud waren. Hè? Dus ik denk niet dat de scholen zichzelf blauw gestookt hebben. Maar dat de leerlingen het vaak koud hebben gehad. Dus het is effectief zo dat we gezien hebben dat in die oude schoolgebouwen van onze pilootscholen zonder mechanisch ventilatiesysteem, dat toch niet zo evident was om op een goede manier te gaan ventileren. Hè. Behalve die koude had je, zoals je in de presentatie kon zien, toch ook wel die verontreiniging van de straat die gemakkelijker de klasse binnenkomt en het lawaai natuurlijk. Dus daar is zeker nog wel een uitdaging om daar verder op te werken. Ja. Misschien, Raf, kan je die laatste vraag ook nog heel even nemen? Dat is een vraag van Tom. Even bij de indruk of soms hebben dat die bewustwording bij de burgers nog moet toenemen? Dat is een heel goede vraag, vind ik. Bij onze pilootscholen, ze hebben daar aan deelgenomen voor een stuk omdat daar wel al heel wat bewustwording was natuurlijk rond lichtkwaliteit en dat ze daar echt rond vooruitgang wilden zien en rond wilden werken. Bij het begin van onze pilootproject hebben we ook een oproep gedaan naar Antwerpse scholen. Daar waren toen 25 geïnteresseerde scholen, dus dat toont toch wel aan dat het thema effectief wel leeft. Maar omgekeerd denk ik dat het altijd wel nuttig blijft om te blijven werken aan dat bewustzijn. Hè. En dan ook bij de generaties van de toekomst, dat thema toch wel op de agenda blijft staan. Ja. Maar ik vind dat zeker een zinvolle opmerking, ja. Ja, is goed. Ik sta nu voor een hartverscheurende keuze. Hè. Ik kan jullie 5 minuten pauze geven, of ik kan nog een aantal vragen beantwoorden. Willen we voor een tussenoplossing gaan? De vragen die nu nog binnenkomen, we gaan die ook eens bekijken achteraf, of dat we niet eventueel jullie gewoon kunnen contacteren met een aantal antwoorden. Maar aangezien dat we toch een aantal minuten pauze... We hebben maar 1 keer de mogelijkheid, zou ik je toch graag willen aanbieden aan iedereen. Dus laat ons misschien gewoon afspreken. Ik ga eerst Raf en Janneke bedanken. Dankjewel voor jullie fijne pitches. En laat ons afspreken dat we anders binnen een 5-tal minuten, dus dat is dan om 10:32, dat we dan terugkomen naar hier. Dan ga ik terug mijn camera aanzetten. En dan hebben jullie even 5 minuten tijd voor een korte
toiletbreek of even een snelle koffie te gaan halen. Het zal geen Italiaanse zijn met zelfgemaalde bonen, daar ga je meer dan 5 minuten voor nodig hebben. Maar je kan misschien nog iets anders vinden voor even te passeren. Dus om 10:32 spreken we terug af hier. En ik kijk wat we met de vragen nog ondertussen kunnen doen. Alright, we zijn hier bij het tweede deel terechtgekomen na deze korte break. De sessie gaat nu enigszins anders verlopen. Dus we hebben tot nu toe een heel fijn plenair gedeelte gekregen, maar nu gaan we naar 3 breakout sessies. Moet ik daar iets voor doen? Nee, je hoeft daar helemaal niets voor te doen. Je gaat dat ondergaan. Hè. Je gaat in een bepaalde sessie terechtkomen. Er zijn een drietal. De ene gaat over een schoolstraat, hoe dat je dat kan aanpakken. Een tweede sessie gaat over het effect van ventileren, luchtzuivering en planten op de binnenluchtkwaliteit. En een derde sessie over of we zelf met sensoren de luchtkwaliteit kunnen meten. In die sessie ga je opnieuw bij een moderator komen. De moderatoren zijn Celine, Janneke en Raf. Die heb je ook vandaag allemaal al eens op beeld gezien, ofwel in de spotlight, ofwel in de video, ofwel ook in het echt. Dus zij gaan je daar verder helpen na die breakout sessie. Ook als de sessies gedaan zijn, en dan hoeven jullie niets te doen, dan gaan jullie automatisch terug naar dit plenaire gedeelte terechtkomen. Wij hebben bij ons Tom Meeuws, schepen van Milieu in de stad Antwerpen. En hij wil ook nog graag eventjes iets zeggen over de lokale projecten in Antwerpen. Aan u het woord, Tom. Ja, bedankt en goedemorgen allemaal. Vrienden van over het water, zoals wij soms zeggen in Antwerpen, maar vooral van over de dijk. Wij hangen de Groot-Nederlandse gedachte aan in Antwerpen. Dus heel fijn om in jullie gezelschap nog even te mogen vertoeven. En waarom hangen we de Groot-Nederlandse gedachte aan? Denk ik omdat zeker steden, als we wel wezen en dat ontdoen van alle politiek, toch met hetzelfde probleem kampen. Dat is dat we, net zoals andere natuurgoederen, laten we maar zeggen, te lang propere lucht als iets gratis hebben beschouwd en iets oneindig. Hè. Dus het waren denk ik eerder burgers dan politici die heel goed beseften dat dat niet zo is. Hè. Dat daar zelfs een soort leugen in zit. Hè. Dus we zeggen wel eens stadslucht maakt vrij, en dat is ook zo. Maar stadslucht is vooral de laatste decennia ongezond geweest. Hè. Ongezond geweest. Ik ben van het optimistische type. Maar dat is dankzij inspanningen van jullie onder andere en inspanningen van heel wat burgers en in ons geval ook van heel wat scholen en schoolbesturen, met name beseffen dat die stadslucht nog veel gezonder kan. We zijn op de goede weg, dus het is mijn plicht om dat toch nog eens te zeggen. Hè. Dus doemdenken zal ons niet helpen. Het is zo dat bijvoorbeeld in Antwerpen de stikstofdepositie in de lucht, dat die de laatste 10 jaar verbeterd is. Hè. We hadden de laatste 20 jaar zelden zo'n gezonde lucht als vandaag, maar natuurlijk nog niet gezond en zuiver genoeg. Maar het helpt dat we met z'n allen, en ik vind nog altijd dat politie daar een heel belangrijke rol in heeft als het gaat over het uitvinden van goede regelgeving bijvoorbeeld, als het gaat om bijvoorbeeld het pakken van al die chauffeurs, helaas ook truckchauffeurs, waar Groot-Brittannië zo naar verlangt, maar heel wat truckchauffeurs die soms zonder het te weten, maar de AdBlue afzetten en dus nog veel meer uitstoten dan we in theorie zouden mogen verwachten. We hebben daar eigenlijk net nog een heel interessant onderzoek over gevoerd en gezien dat dus 80% van de vervuiling op onze ring veroorzaakt wordt door 10% van de chauffeurs. Dus daar ligt nogal wat werk op de plank. Politie moet dus goede regelgeving bedenken. Niet flauw doen. Hè. Die stadslucht moet niet alleen vrijmaken, moet echt nog gezonder worden. Maar tegelijkertijd, en daarom ben ik zo blij met dit project, moet het besef bij iedereen groeien dat we elk onze rol daarin hebben te spelen. En dus, ik ben zelf onderwijzer en pedagoog van opleiding. Dus ik was eigenlijk heel blij dat een aantal scholen in Antwerpen mee hun schouders gezet hebben onder projecten en projecten hebben uitgevoerd waarbij ze het bewustzijn rond gezonde lucht toch echt verhogen. En dat gaat van eens nadenken hoe we ons verplaatsen tijdens de schooluitstap tot hoe ventileren we onze klassen.
Hoe kunnen we gezond en wel in de buitenlucht ook onderwijs krijgen? Hoe kunnen we beter meten? Ik vind dat heel erg belangrijk in onderwijs. Ik ben een kind van de verlichting. Maar dus dat in onderwijs men ook echt probeert zo dicht als mogelijk bij de feiten te blijven. Maar natuurlijk, we verzamelen ook hoe langer hoe meer feiten. En dus ik ben ook heel blij dat daar vanochtend door een aantal onder jullie ook tijd voor is vrijgemaakt. Hoe kunnen we meten? Hoe kunnen we met sensoren nog veel meer wetenschappelijk inzicht krijgen? Want dus gezonde lucht en de strijd voor gezonde en zuivere lucht moet zeker ook in onderwijskringen moet dat een heel rationeel verhaal ook worden. Maar dus tegelijkertijd goed dat kinderen van bij het begin, van in de kleuterleeftijd, zich bewust worden dat de lucht die ze inhappen, dat we daar redelijk wat voor kunnen doen. Dus heel blij. Ik denk dat we het echt wat we geleerd hebben in het project ook echt moeten gaan verder zetten. En natuurlijk, daar sluit ik mee af, het is een circulaire speech en een circulaire redenering. Maar ik vind het vooral belangrijk dat we zowel in de klimaatstrijd, die altijd een luchtkwaliteitsbonus kan opleveren, hè, als in de strijd voor gezonde lucht, dat de steden boven en onder de Moerdijk, dat we elkaar daarin vinden. Hè. Burgemeester Abu Talib is zaterdag nog te gast in onze mooie stad. Heel wat wielrenners en wielerliefhebbers waren ook te gast in onze mooie steden in Vlaanderen de laatste week. Dus laat ons vooral dat gezamenlijk bewustzijn, laten we dat verder zetten en met elkaar bekennen en erkennen dat steden meer dan staten of gewesten, dat steden samen met het mij zo geliefde Europa die klimaatstrijd en ook de strijd voor gezonde lucht echt kunnen voeren. Fijn dat we daar alweer elkaar wat hebben kunnen inspireren de laatste jaren met de hulp van Europa. En wens ik jullie voor de rest een heel fijne en gezonde dag toe. Dank je wel. De schepen, meneer Meeuws. Met een beetje geluk kunnen jullie mij opnieuw zien en horen. Dat is ook fijn. Het rest mij niet zo heel erg veel tijd meer overigens. Maar wat we wel nog eens kunnen doen, voor we echt wel afronden, is we gaan nog even een heel korte poll doen. Hè. Weet je nog die Mentimeter? Als jullie die nog openstaan hebben, indien niet, kan je ook nog gewoon meteen naar terug surfen naar www.menti.com. Zoals het nog wel bekend is. Het is ook dezelfde code nog altijd. Het is 95564 95. En dan krijg je de vraag. Wat is u bijgebleven van dit evenement? En dan heb je opnieuw de mogelijkheid voor een aantal trefwoorden daarin toe te richten. Dan gaan we opnieuw een woordwolk maken. En ik weet ook wel, er zijn inderdaad nog een aantal vragen misschien die we nog opengelaten hebben. Een van mijn fijne collega's. Serine heeft ook heel even de suggestie gedaan voor op de projectwebsite een contactformulier in te vullen. Dat werkt ook altijd. Hè. We hebben uiteindelijk nog wel heel wat vragen wel kunnen benaderen of wel behandelen ook wel. Ik kan me ook best wel inbeelden van dat u misschien zelf met de vraag zit van kijk, ja, er zijn misschien nog meer maatregelen nodig. Waarom doen jullie dit niet? Waarom doen we dat niet? Ik zou zeggen, geef die suggesties zeker door. Hè. Er zijn elke dag echt wel heel wat fijne mensen bezig die werken rond luchtkwaliteit en die ook dag in dag uit heel wat fijne acties blijven ondernemen. Binnen de mate wat dat mogelijk is of wat dat haalbaar is, op korte termijn realiseerbaar. Maar we hebben elkaar daar echt in nodig. Dus ook als u bijvoorbeeld een betrokken burger bent of misschien ergens een mama van een kindje met astma die denkt van kijk, waarom kunnen niet meer maatregelen op kortere termijn sneller genomen worden? Meld dat. Blijf dat zeker melden aan de mensen die een verschil kunnen maken, die echt een verandering kunnen realiseren. En dan, ik denk dat we daar echt wel samen verder uit aan gaan kunnen komen. Ik zit met een beetje een probleem dat er heel wat verschillende woorden in de woordwolk staan, waardoor dat de woordwolk allemaal uit vrij kleine lettertypes worden. En dan wordt het moeilijker van te lezen. Maar wat er voor mij nog van tussen springt, is het woord enthousiasme. Enthousiasme van de scholen, ook heel belangrijk. Ook heel wat mensen waar we de voorbije jaren mee samengewerkt hebben, dat is echt wel een heel fijn kenmerk, enthousiasme, die drive om wel degelijk toch een verschil te kunnen blijven maken, voor toch te proberen van, ook al is er al een verbetering, voor dan toch die lijn door te trekken en dat we binnen 10 jaar kunnen terugkijken en zeggen van, kijk, het was toen misschien nog niet zo heel goed en wij zijn erin geslaagd om toch nog veel beter te doen dan toen. Een heel belangrijke opmerking ook, die van Kathleen binnenkomt. Het zou niet mogelijk geweest zijn, dit project, die samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland, zonder die Europese subsidies via het Interreg-programma. Dat moet ook wel nog eens in de verf gezet worden.
We hebben misschien soms de neiging van te denken van kijk, het is een probleem van ons en we gaan dat zelf oplossen. Terwijl dat er heel wat expertise zit in de buurlanden. Dit heel wat voorhanden is. Wij zijn geen concurrenten van elkaar. Zeker op gebied van luchtkwaliteit is er maar één doel en dat is de luchtkwaliteit overal in Noordwest-Europa te verbeteren. En dat is zeker zo en dat kunnen we nog beter doen als we dat doen in samenwerking met verschillende actoren en partners uit die landen. Belangrijk daarvoor is ook wel te vermelden dat er volgende maand, dus op 28 oktober, een maand van nu exact, wordt er nog een evenement, nog een workshop georganiseerd, ook binnen het kader van dit project Zuivere Lucht, dat wat meer in teken gaat staan van de technologie en van die innovatie die op gebied van luchtzuivering plaatsvindt en plaatsgevonden heeft. En wat dat daar echt wel nog nieuwe trends zijn, die ook naar de toekomst toe nog belangrijker gaan worden als dat ze nu al zijn. Ik heb nog een aantal opmerkingen. Onder andere de vraag, de presentaties, gaan die worden nagestuurd? Wel, jullie kunnen die binnenkort ook allemaal terugvinden op de projectwebsite. Dus op projectzuiverelucht.eu of op samenvoorzuiverelucht.eu ga je heel wat van de informatie van vandaag kunnen terugvinden. Ik denk dat ook de filmpjes nog wel kunnen teruggevonden worden op die website. Kunnen jullie zeker aanmoedigen van ja, kijk daar eens naar, doe daar dingen mee, blijf vooral jullie rol vervullen. Misschien ben je een beleidsmaker die bepaalde dingen kan bijsturen of aanpassen die echt wel een verschil kunnen maken. Doe dat, misschien ben je een leerkracht die zegt van mijn school kan dat ook, wat die scholen in Antwerpen gedaan hebben. Doe dat, neem daar initiatieven voor, kijk naar wat er gebeurd is. Ik weet ook zeker dat de partners die aan dit project meegewerkt hebben, dat die daar in de toekomst graag met jullie over willen nadenken van wat is er mogelijk, kunnen we dat samen eens bekijken, wat kunnen jullie doen, wat kunnen wij doen en hoe kunnen we elkaar verder versterken in ons initiatieven voor een betere luchtkwaliteit. Ja, dus bij deze, het is 11:30, zou ik graag willen afronden. Het was heel fijn met jullie samen te zijn. Ook heel hard bedankt aan alle collega's die samengewerkt hebben aan dit project, aan deze vergadering. Het was heel fijn voor jullie samen te zien. En laten we dus echt keihard ons best blijven doen om samen te werken aan die zuivere lucht voor iedereen. Alvast heel hard bedankt.